Welkom bij Topnames. Ben je erbij, Stekel? Ik ben er helemaal bij. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, nee, ik zit gewoon op Twitter. Dan ben je erbij. Dan ben je erbij. Ernst-Jan Fout is te gast. Was een aantal jaar geleden ook bij ons te gast. Dat is het leuke van een aantal jaren bezig zijn. We kunnen vervolgverhalen gaan maken. Ja. Toen nog bij Brainsley. Komen we vast later ook misschien nog even kort over te spreken. Maar inmiddels ben je al een ruim een jaar de uitgever van De Correspondent. Ja, anderhalf jaar al. Ja. Anderhalf jaar al. Ja. Dus vertel eerst nou eventjes, wat doet een uitgever van De Correspondent? Want jij was daarvoor bij mij weten geen uitgever. Nee, daarvoor had ik allemaal journalistieke functies vaak. Dus bij Chef Internet, bij NRC en zo. Dat was gewoon een redactieleider. Nu ben ik verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de journalistiek van anderen. Dus het is even wennen, niet meer zelf schrijven. En ik mis het een beetje. Maar het is wel zo vet om nu dingen mogelijk te maken. Om bijvoorbeeld na te denken over hoe we met de techniek de journalistiek beter kunnen maken. Of een boek uit kunnen brengen. En dat soort dingen echt doen en uitrekenen of het kan. En dan vervolgens zien of het slaagt. Dat geeft ook wel een kick. Ja, nou is de uitgever, het is ook een beetje een ouderwets woord, vind ik. Vind je eigenlijk ook niet? Ja, klassiek. Ja, ik dacht... Maar als woord, dat je op je kaartje zo uitgeeft. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Ik dacht in het begin hadden we over, wat moet het dan heten? Digitale strategie of zo. Ja, we zeiden alleen maar, we waren toen alleen maar digitaal. Moet je er hem voor zijn. Ja, en ik was bij NRC als ik chef internet. Dat is ook zo'n gekke term. En chef is ook een echt krantenwoord. Ja, precies. Ja. En de uitgever... Nou, laten we er een nieuwe invulling aan geven. Dat was eigenlijk wel het idee. Ja, maar wel weg van het zelf schrijven, het zelf journalistiek bedrijven. Ja, ik had tot voor kort schreef ik elke week nog een column, maar dat werkte eigenlijk niet. Dat werd een soort nagedachte de hele tijd. Dus nu richt ik me volledig op het uitgeven zelf. En je zei het, hè, want je moet dan ook, je moet dan ook de financiën in de gaten houden, allerlei nieuwe deskundigheden opdoen. Toen je begon, wat is het eerste wat je bent gaan doen? Nagedenken hoe de site eruit zou gaan zien. Want we hadden dus de crowdfunding gehad. Jullie hebben dat nog het unieke moment gehad dat de crowdfunding werd gehaald. Dus dat Rob en deze aan de tafel bij jullie. Ja. En toen haalden we het doel. Maar toen hadden we het manifest van Rob, dus de uitgangspunten. We hadden een paar journalisten die zich hadden aangesloten, maar allemaal freelancers. En verder hadden we niks. Nou ja, we hadden 1800 sollicitaties, we hadden een budget, we hadden een verschrikkelijk goede partner waar we de website gingen bouwen. Maar hoe die eruit zou zien, hadden we geen idee. Dan zijn we eigenlijk, ik denk 2 maanden lang hebben we daar... Terwijl... Nou, we hadden heel korte tijd, hè? Dat was, we hebben het echt in de no-time gebouwd. September deadline beloofd. Ja, we hadden september gezegd. Dat is letterlijk 30 september geworden. Ja. Dus we moesten uitdenken hoe die site uitgezien. Dat was heerlijk, want daarvoor zat ik bij NRC. En dat is ook mooi om zijn redenen, namelijk groot bereik, een mooi bedrijf. Maar nu konden we gewoon compromisloos bedenken hoe die nieuwe journalistiek uit zou moeten zien. En dat was wel een heel mooie tijd. En als je nu een jaar verder bent en eens kijkt van hoe ziet die nieuwe journalistiek er dan uit? Wat doen jullie nieuw? Een paar dingen. Het belangrijkste is dat de artikelen niet meer op zichzelf staan. Dus vroeger schreef je een stuk voor de krant en dat kon op zichzelf staan. En grote kans dat de persoon die het las niet je vorige stukken had gelezen. Je kon er ook niet naar linken. Je moest alles opnieuw uitleggen. En nu kunnen we diepgang bieden doordat een correspondent heeft een tuin, zoals we dat noemen. Zo'n werktitel die nooit verdwenen is. Maar een persoonlijke pagina, je kan het ook een blog noemen. Waar die echt een dossier bij houdt. Dus als hij iemand gaat interviewen... We hebben een bellen, jongens. Oh, jee. Ja. Eén momentje. Want we hebben hier de regel als iemand... Ja. Opnemen, hè? Ja. Ja. Ja, wie is daar? Maar wie ben je? Wie is u? Jeroen Verkroost. Oké, okay. Dat is goed. Ja, wij zitten hier namelijk in de live-uitzending, maar dan kom ik even naar beneden. Ja, wat moet ik doen? Bij de Waag, aan de rechterkant, staat er ook weer op, Fab Lab, nummer 4. Dus naast het restaurant. Kom ik naar beneden, kom ik je ophalen. Gaat Roland hier even door met het interview. Ja, dat klopt. Maar laten we dat niet te lang doen, want we zitten in de uitzending. Dankjewel, tot zo. Live TV, live internet TV. Ja. Jij moet onze volgende gast ophalen. Ja. Jij was bezig met de persoonlijke pagina van De Correspondent. Ja, en wat voor impact dat heeft gehad op de diepgang die jullie kunnen bieden? Ja, op 2 manieren. Want je kan dus aankondigen, ik ga iemand interviewen. Of laat ik een voorbeeld noemen. Onze correspondent onderwijs zei, ik ga naar een Steve Jobs school. Zo'n school waar ze iPads hebben. Ja, de Maurice Hond initiatief. Ja, en dan kunnen vervolgens mensen aandragen van, ik wil dit weten, lees dit rapport even, hier is nog een goede bron. Dus lezers kunnen bijdragen leveren, die gaan mee in die journalistieke reis. Nou, vervolgens gaat onze correspondent Johannes, heet die, gaat daarheen, schrijft het stuk, schrijft de eerste bevindingen op. En daar reageren ook weer mensen op, diepen ze het ook weer verder uit samen. En uiteindelijk verschijnt er een groter verhaal en dat gaat naar
alle leden toe, die er misschien niet aan hebben bijgedragen, maar natuurlijk wel benieuwd zijn. En hij bouwt ook echt een dossier op. En dat is heel interessant, dat je dus een soort diepere laag in de journalistiek hebt. Ja, die dossiers die zijn dan natuurlijk inzichtelijk op je site. En daar kun je als lezer ook weer in grasduinen en de dwarsverbanden. Ja, nou, vooralsnog is dat nog vrij basic. Het is nu gewoon chronologisch. Ja. Maar we zijn nu wel, waar we nu mee bezig zijn, is het bouwen van goede dossiers. Ja. Zodat je ook echt op thema kan zoeken. Nou heb ik zelf altijd het idee dat die behoefte bij lezers en gebruikers om echt interactie te hebben en zich met verhalen te bemoeien heel beperkt is. De initiatieven die gelukkig ik heb gezien. Ja, anders kun je het misschien ook niet handelen. Is dat bij jullie meer dan je had verwacht? Of? Nou, het kan niet zo zijn dat iemand op elk stuk zou reageren. Want je kunt niet overal verstand van hebben. Dus wat wij vragen aan lezers staat heel duidelijk. Laat een bijdrage achter. Ook geen reactie, maar een bijdrage. Vanuit je kennis of je ervaring. En vervolgens doen we daar ook echt wat mee. Dus de correspondent reageert daar ook op en vraagt door of gaat met de bronnen aan de slag. Dus natuurlijk heb je ook mensen die gewoon lekker aan het kletsen zijn. Maar je hebt ook mensen, zoals laatst hadden we een stuk over Birma. En dan reageert iemand die op de grens met Birma woont en vertelt over zijn ervaringen daar. Nou, dat is heel waardevol. En daar hebben we talloze discussies over met mensen die echt bijdrage leveren. En dat hoeven er dus niet veel te zijn, maar het gaat echt om de kwaliteit. Ja, oké. Dit is één voorbeeld van wat dan die nieuwe journalistiek is. Ja. Zijn er andere dingen te noemen die jullie echt anders doen dan anderen? Ja, dus naast die diepgang en echt kennis winnen bij lezers hebben we ook dat we dat we niet meer gebonden zijn aan alleen maar tekst. Dus we hebben bijvoorbeeld correspondenten die af en toe tot de ontdekking komen van dit verhaal kan ik beter vertellen met een podcast. Dus we hadden bijvoorbeeld onze correspondent Data en Surveillance ging langs allemaal spionageplekken door Nederland. Toen dacht hij, daar ga ik een reportage van maken met geluid. En dat kan ik op die manier het verhaal beter vertellen. Dan krijg je meer mee van die sfeer. Dus we gebruiken ook allerlei mediatypes door elkaar. En je hebt als correspondent bijna volledige vrijheid. Je kan gewoon je eigen dossier bepalen. Je hoeft niet achter de waan van de dag aan te rennen. Ja. Dat is ook heel fijn. Hey, het was voor ons een bijzonder moment ruim een jaar geleden dat Rob Wijnberg hier aan tafel zat. En jullie hadden jezelf een doel gesteld. En tijdens onze uitzending live werd dat gehaald in de crowdfundingcampagne. Maar Rob zei toen gelijk al van nou, dit is leuk. Maar waar het, die keek toen al een jaar vooruit. En die zei nou, de grote uitdaging wordt om die mensen vast te houden. Want als je na een campagne in de wereld draait door en alle steun van iedereen met invloed in Nederland, dat je dat lukt in fase 1, oké. Ja. Maar wat gebeurt er na een jaar? Wat is er gebeurd na een jaar? Ja, dus we hadden die crowdfunding gehaald en toen hebben we gebouwd. En op het moment dat we live gingen, hadden we 20.000 leden. Ja. Daar zijn er toen vervolgens 17.000 door het jaar heen bijgekomen. En die werden normaal lid. Maar die crowdfunders, die moesten we allemaal handmatig verkiezen om lid te blijven. Ja. En dat hebben 11.000 van die 20.000 hebben dat gedaan. Oké. En, dus met alle nieuwe leden erbij, voldoende basis om rendabel te zijn. Ja, we zitten nu op 28.000 leden. En dat is een fijne basis. En we zijn dus nu niet meer puur een crowdfunding succes. Welkom terug. Ja. Even de microfoon aansluiten, jongens. Ging allemaal goed. Ah, hij is er. Ja. We zijn dus niet meer puur een crowdfund succes. We hebben nu gewoon een duurzaam ledenbestand. En dat is wel heel fijn. Ja, ik sprak Rob een paar maanden geleden op de uitreiking van een prijs waar ik in de jury zat. De DIA. Toen zei hij ook dat het ook puur economisch voor jullie heel lastig was. Omdat natuurlijk die eerste groep van leden allemaal op hetzelfde moment in theorie ook zouden kunnen opzeggen. Ja. Die zijn allemaal op hetzelfde moment gekomen. Terwijl normaal heb je natuurlijk een soort verlopen door het jaar heen. Ja. Hoe heeft dat uitgepakt? Heeft dat veel impact gehad? Ja, wat we hebben gedaan is dat we dus op 30 september zouden die lidmaatschappen verlopen. En op 1 augustus zijn we mensen al gaan mailen van als je voor 1 september verlengt, dan mag je iemand anders een maand de correspondent cadeau doen. Dus we zijn heel vroeg begonnen. En waardoor niet al die druk op 30 september zou komen en wij daar bij een tellertje zouden zitten met bibberende handen. We wisten al dat het goed zou komen. Dat was wel heel fijn. Leden dus de tijd hadden om over na te denken. We konden ze uitgebreid vertellen wat we met hun bijvoorbeeld hun geld hebben gedaan. We hebben een pie chart gemaakt waarop je kon zien zoveel geld ging er naar de redactie, zoveel geld ging er helaas aan de BTW. Nou, enzovoort. We hebben een. Die kunnen we laten zien, Peter, als je even hem voorzet. Dit is die pie chart, hè? Dat is belangrijk in jouw verhaal naar je lezers toe. Waarin
Bijvoorbeeld staat rechtsboven dat 53% van het geld wat jullie hebben binnengekregen is naar salarissen gegaan voor jullie staf en voor editorial freelancers. Ja. Merk je dat dit belangrijk is als je zo'n initiatief hebt? Als ja, want we hebben geen advertenties, dus de belangrijkste inkomstenbron is ledengeld. Ja. En moet je wel laten zien vervolgens aan je leden wat je daarmee doet. Zodat ze ook kunnen bepalen of het die investering waard was. En het is ook, denk ik, gewoon razend interessant als je ons volgt. De meeste kranten doen dit niet. Het is toch leuk om te weten. Geen enkele krant doet dat. Ja. Nee, dus het is toch leuk om te weten waar je geld heen gaat. En ook best wel spannend, want ja, wie weet dat mensen zeggen, nou, €3 naar, ik zeg even wat, ik weet niet in mijn hoofd, maar €3 naar huur of zo van mijn €60, dat is veel te veel. Mm-hmm. Dat is ook wel spannend, maar we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Ja, ik vond dat sowieso wel interessant, want je hebt ervoor gekozen om op medium.com in het Engels eigenlijk de lessen die je het afgelopen jaar geleerd hebt van het eerste jaar correspondent te delen met de grote buitenwereld. Ja. Jij hebt daar ook nog een in jouw dienst voor FMT-leden ook nog een bericht aan besteed. Ik vind het wel leuk om daar even doorheen te lopen. Interessant, die 5 punten. Als eerste zeg je, je noemt 5 lessen die je geleerd hebt. De eerste is explain how you spend your members' money. Nou, daar hadden we het net over. Ja. Dat zet je niet voor niks op 1. Is dat zo belangrijk dat mensen die €60 betalen? Nee, dat was gewoon puur opportunisme. Ik weet dat die mensen die dat artikel lezen een slechte aandachtspan hebben. Dus ik denk, ik begin met iets wat bijna nooit iemand doet. Laten zien waar je geld aan uitgeeft. Dan zijn ze geïntegreerd en lezen ze daarna verder. Dus okay. Willekeurige volgorde. Encourage journalists to work together with members. Dus moedig je journalisten aan om samen te werken met anderen. Ja, dat vind ik vind het echt essentieel. Ik denk dat de grootste onaangeboren kennis in de journalistiek de kennis van je leden is. Of van je abonnees. En die zou je moeten aanboren. Het is waanzin om te denken dat je zelf meer weet dan al die leden bij elkaar. Dus onze correspondent onderwijs, ik noemde hem net al. We hebben tientallen mensen die lid zijn en die in het onderwijs werken. Nou, als je al die ervaringen weet en al die kennis weet los te krijgen, dan kan je zoveel meer diepgang bieden. En dat is een 10-jaren plan om dat echt goed te doen. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ook omdat mensen bijvoorbeeld bijna niet reageren. Überhaupt. Ik heb geen vrienden die ik ken die reageren op websites. En dat moeten we eerst gaan laten zien. Van bij ons kan het wel, bij ons kan je wel waarde toevoegen. Daarna moet je gaan hopen dat je ook echt goede reacties krijgt waar je wat mee kan. Het kost je ontzettend veel tijd als journalist. Dus we moeten er heel veel in investeren. Maar als je na gaat denken over wat het op kan leveren. Je bouwt in principe de grootste Rolodex ter wereld. En je komt met een verdiepende vorm van journalistiek waarbij je gesteund bent door zoveel experts, dat je meer diepgang biedt dan wie dan ook. Hey, en hoe de journalisten zelf, hoe stonden die erin? Nou, het hangt natuurlijk per journalist af. Dus het werkt het beste bij journalisten met een duidelijke niche, met een duidelijke expertise die daar veel over schrijven. Dus bij die correspondent onderwijs werkt het heel goed. Bij onze correspondent Data en Transparantie heeft nu een project over porno, waar het geld verdiend wordt in porno. Nou, dan is het fantastisch om te zien dat een pornoactrice die lid is van de correspondent, dat die zich mengt in de discussie. Dat zie je ook achter de naam staan, dat is actrice. Ja. Of dat een wetenschapper in datastromen zich mengt in een discussie om te laten zien hoe pornosites geld verdienen. Nou, dat is fantastisch als je dat bij elkaar kan zien. Maar als jij meer reportages schrijft over gewoon een mooie reportage over een maatschappelijke ontwikkeling, dan is het soms lastiger. Tenzij je misschien in de voorbereidende fase juist doet. Ja. Als je zegt, ik ga aan dit verhaal werken. Ja. Wat zijn de belangrijkste voorbeelden? Wat zijn de trends? Of wat zijn de mogelijke personen die ik moet spreken? Hey, voordat we verder gaan met Lessons Learned, even een vraag van Twitter van Johan Schaap. Die zag ook onder jouw artikel en naar aanleiding daarvan best wel positieve reacties uit het buitenland. Want je hebt het in het Engels geschreven op een internationaal platform. Hebben jullie buitenlandplannen? Zeker. We hebben trouwens 3 jaarverslagen geschreven in het Nederlands voor onze eigen site. Dus met geld, maatschappelijke impact en wat we beter kunnen doen. Ja. En dit was puur een samenvatting met punten waarvan ik dacht, die zijn interessant voor journalisten in het buitenland. Dus niet de lokale dingen. Ja. Maar de vraag is, heb je buitenlandplannen? Ja, maar niet concreet. We hebben een hele duidelijke ambitie om naar het buitenland te gaan. Puur omdat je als journalist schrijf je om een verhaal te vertellen. En hoe meer mensen het kunnen lezen, hoe meer mensen aan kunnen bijdragen, hoe groter de impact. Een eerste experiment wordt
dat we het boek van Rutger Bregman, we hebben ook een boek uitgegeven, komen we vast nog misschien wel op. Dat gaan we nu vertalen in de Kindle Store zetten. En we kunnen binnenkort een hele fijne samenwerking aankondigen. Maar daar mag ik nu nog niks over zeggen. Nou, Amerikaanse partij. Ja, ja, als je samenwerkt met Amerikaanse partijen, mag je er nooit wat over zeggen. Maar we gaan een heel mooie samenwerking aan met een mooi medium waar we, dat zij onze stukken zullen overnemen. En op die manier willen we eens kijken wat er gebeurt als we internationaal gaan. Maar puur voor die impact. Werk samen met je lezer was dat. Het derde punt is dat je leden de beste ambassadeurs zijn. Dat hebben jullie heel mooi gedaan. In principe is het een gesloten systeem. Je betaalt, dan mag je lezen. Maar je leden mogen eigenlijk ook weer onbeperkt delen. Ja. Hoe heeft jullie dat geholpen? Nou, daar zijn bijna al onze nieuwe leden vandaan gekomen. Want we hebben het eerste jaar nog niet echt in marketing geïnvesteerd. Afgezien van wat Facebook-campagnes. Maar verder is bijna al onze nieuwe leden zijn via gedeelde stukken gekomen. Ik kan precies zien, dat willen we ook inzichtelijk gaan maken op een gegeven moment, waar leden vandaan komen en door wie ze dan lid zijn geworden. Nou, willen we later op de site zetten. Nou, Erwin Blom heeft al 5 nieuwe leden aangebracht met het delen van zijn stukken. Dat is heel fijn. En het is, maar we dachten niet van dit moeten we doen, want het gaat heel veel leden opleveren. Het was meer het alternatief dat jij als lid een stuk leest en het vervolgens niet kan delen. Dat is gewoon ondenkbaar. Ja. Ja. Dus daarom hebben we het proberen zo goed mogelijk een oplossing daarvoor te vinden. En natuurlijk, toen dachten we al, ja, dan gaan er scrapers komen die dan alle links op Twitter gaan verzamelen en dan bouwen ze een website en dan kan je de correspondent gratis lezen. Dat kan nu ook. Krijg je wel een is die site er? Ja, die site is er, ja. En dat zijn allemaal nadelen ervan, maar het alternatief is gewoon onacceptabel. Dus ja, we moesten dit wel doen. Hey, over delen of verspreiden of verschillende manieren van distributie zoeken en vinden. Vraag die ik ook zag langskomen is, jullie zitten niet in Blendl. Waarom niet? Nou, het belangrijkste reden is dat Blendl nu nog heel erg gericht is op papieren media. Of online media die nog niet echt het web benutten zoals wij dat proberen te doen. Als je geen PDF hebt, dan kan je eigenlijk al niet in Blendl. Je verliest meer het karakter van je hele artikel. Waar je bijvoorbeeld kan uitklappen als je meer informatie wil. En waar je die bijdrage in wil kunnen leveren. En als je dat in Blendl stopt, dan ben je dat eigenlijk weer aan het afsluiten. Ja, en veel van onze artikelen staan niet op zichzelf. Die zijn onderdeel van een groter dossier. En zo in die context willen we ze ook laten zien. Het zou voor zowel Blendl als voor de correspondent nu een hele rare investering zijn als wij heel erg onze platform elkaar af gaan stellen, ook omdat we allebei nog heel erg in ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Dus het zou praktisch ook niet mogelijk zijn, maar wie weet ooit. Ja. Hey, andere leuke vond ik, dat is je vierde van de 5. Je zei reach out to people who already like you. Facebook is voor jullie heel, heel belangrijk geweest. Op welke manier? Nou, we hebben nu volgens mij iets van 79.000 likes of zo. Ze zijn bijna net zo groot als NRC op Facebook dan. En het is moeilijk om de correspondent, om tegen iemand te zeggen, dit is de correspondent, dit is ons verhaal, €60 wordt lid. Dat doe je niet in één transactie, je wil ons leren kennen. Mm-hmm. Dus daarom is het heel fijn dat mensen ons liken op Facebook, dat ze daar een artikel voorbij zien komen en op die manier ons kunnen wennen en dan kunnen beslissen of ze nieuwe verhalen mogelijk willen maken. Dus dat is de groep waar we nu onze marketing inspanningen, beperkt als ze tot nu toe zijn, oprichten. We hebben bijvoorbeeld een Likers worden lid dag gehad, dat we Likers aanspraken van, nou, als je deels met plezier leest, maak dan nieuwe verhalen mogelijk en word lid. Ja. Foto van de redactiekat erbij. En dat werkte. Ja. Okay. Dat heeft 300 nieuwe leden opgeleverd die dag. De vijfde aanbeveling die je doet is think beyond your platform when it comes to publishing your stories. Dus denk verder dan je eigen platform als je je verhalen wilt publiceren. Wat bedoel je daarmee? Nou, onze correspondent Vooruitgang, Rutger Bregman, schrijft verhalen over utopisch denken. Dus we staan voor allerlei grote uitdagingen. Hij schreef een jaar geleden over robotisering bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we nu allemaal over gehoord. Hij schrijft over wat er dan gebeurt als je met minder middelen veel meer rijkdom kan creëren met minder mensen. Dus dan moet je bijvoorbeeld volgens hem een basisinkomen hebben om die sociale ongelijkheid op te vangen. Daar schreef hij heel erg veel over. Dat wilde hij verder uitdiepen. Ook omdat hij had ook opiniestukken geplaatst van mensen die met hem oneens waren. En het was een interessante discussie. Dat wilde hij verder uitwerken in een boek. Nou, waarom dan niet voor ons? Het is eigenlijk een hele logische stap in het journalistieke proces. Je hebt samen met je leden heb je gewerkt aan allerlei verhalen. Dat gaat hij nu verder uitdiepen. Dan willen we dat ook uitgeven. In e-book vorm, maar ook in papier. Omdat heel veel mensen graag nog papier lezen. Kun je er wat van zeggen? Wat heb je daar? Want de keer van de boeken die wij hebben uitgegeven is denk ik 80% papier geweest wat we verkochten. We hebben nu 4000 boeken verkocht.
waarvan 1300 e-books. En dan die papieren boeken die overblijven, die zijn 2700. Een derde ongeveer. Ja, ja. Ja. Die, daar is de helft van op onze eigen webshop gekocht en de andere helft via klassieke boekhandel. Dus ja, e-books maken wel een groot deel uit van de verkopen. Het is ook een stuk goedkoper, het kost 7 euro, terwijl het papieren boek kost 18 euro. Ja, dat je het over e-books hebt en dat mensen nog graag papier lezen. Er werd vanaf het begin heel erg gezegd van de mensen die kritisch waren op jullie initiatief. Van ja, echt, dat heet dan longform. Lees je niet op een tablet of op je telefoon. Weet je wel, er werd gezegd, ja, internet is alleen maar geschikt voor kort nieuws. Mm-hmm. Jullie hebben dat wel gelogen gestraft, hè? Ja, het werkt. De gemiddelde leestijd is 7 minuten op onze site. En, ja. Sommige stukken zijn 100.000 keer gelezen. En het werkt wel. Maar daar wil ik niet mee zeggen dat we het nu goed doen. Zo, ik denk dat, mm-hmm. we nu te veel. Maar op één. We doen heel veel vorm, maar de lange verhalen hebben we nog wel de overhand. En ik denk dat we ook op een gegeven moment moeten gaan zoeken naar hoe kan je de boodschap van het verhaal op een andere manier brengen. Maar dat is allemaal fine-tune werk. Daar zijn we natuurlijk niet aan wat toe. Bedoel je daar dan mee? Wat voor andere manieren? Nou, misschien heb je geen tijd om dat hele stuk van 2000 woorden te lezen. Dat kan ik me voorstellen, door de week bijvoorbeeld. Misschien moeten we dan een goede samenvatting of de belangrijkste punten. Dat soort manieren. Dat klinkt nu allemaal heel basis. Maar gewoon nadenken over hoe kan je in het mediaritme van mensen passen. Dat wordt wel een belangrijke uitdaging voor ons. Jochem Kolen zegt, best knap. De hele correspondent is volledig gratis te lezen via een scraper. Toch betalen voldoende mensen 16. Wat is het geheim? Als jij de antwoord op moet geven, wat is het geheim? We hebben maar één inkomstenbron. En dat is ledengeld. En mensen realiseren zich, als ze nieuwe verhalen mogelijk willen maken, dan kunnen ze daar aan bijdragen. En als je dat dan doet, dan kom je op een prachtige community waar je in discussie kan gaan met de journalisten zelf. Waar je zelf ook kan bijdragen, waar je expertise kan laten gelden. Ik denk dat mensen daarom lid worden, ook voor het gemak. Maar het is natuurlijk ook de kracht van de simpelheid van het model. Dus je hebt alleen maar leden, mensen weten dat jullie daarvan afhankelijk zijn. Je hebt geen advertenties, je bent daarnaast transparant in de zin van, je maakt publiekelijk bekend waar je je geld aan uitgeeft. Ja. Ik denk dat op een andere manier eigenlijk ook niet kan. Want anders gaan mensen je wantrouwen. Die denken, ja, ze hebben nog advertenties, ze hebben dit en ze hebben dat. Die gasten zijn lekker geld aan het verdienen. En ja, waarom zou ik er dan voor betalen? Ja, en mensen doneren bijvoorbeeld ook. Je kan ook doneren aan een correspondent. Dat doen ook mensen, gemiddeld 5 euro per lid sinds we die functie geïntroduceerd hebben. Dus ik denk dat mensen het gewoon mogelijk willen maken. En als ik naar de toekomst kijk, dan wil ik wel dat een lidmaatschap nog onderscheidender wordt. Dus je kan nu wel bijvoorbeeld de leesinstellingen aanpassen, nachtmodus, dagmodus, lettertype vergroten. Je kan bijdragen, je kan correspondenten volgen. Maar hij is toch per definitie onderscheidend? Ja, is dat zo? Nou ja, tenzij je naar de scraper site gaat, is dit de plek waar je toegang hebt en je moet betalen om toegang te hebben. Ja, nee, natuurlijk. Maar het is altijd een economische afweging. Heb je 60 euro over voor dit? Terwijl daar kun je ook heel veel andere dingen van doen. Ja, andere bladen van kopen, andere abonnementen van nemen. Ja, en ik ben nu blij dat heel veel mensen dat wel doen. Maar ik denk wel dat we dat lidmaatschap moeten blijven verbeteren. Dus op een gegeven moment willen we ook naar iets toe dat je zelf bijvoorbeeld je expertise kan bijdragen. Niet telkens in reactie op wat een correspondent doet, maar dat je zelf onderwerpen kan aandragen of zelf een dossier kan bijhouden. Of, ja. Klinkt ook allemaal heel positief en optimistisch. Moet ook wel als het je gelukt is om door het eerste jaar heen te komen. Als jij al eens wakker ligt over de toekomst van de correspondenten of echt nadenkt en je zorgen maakt, waar gaat dat dan over? Want het is groeien. Dus hoe groot kunnen we worden? Hoeveel mensen zijn er willen de internetjournalistiek zoals wij die aanbieden lezen? Dus ik ben nu ongelooflijk blij dat we 28.000 leden hebben. Maar we willen natuurlijk verder groeien, zodat we nog meer mogelijk kunnen maken. Dus nu, ik denk dat we zeiden al 5%. Laten we nu zeggen, we zijn nu op 10% van onze plannen. We willen nog zoveel meer en dat kan alleen maar als we groter worden. Dus ik heb een wensenlijst. Als je die uit zou schrijven, heb je de hele tafel vol geschreven. Dat willen we nog allemaal doen, maar dan moeten we dus wel groeien om dat mogelijk te maken. Dus daar, dat is waar ik voor wakker lig. En is dat ook zo dat je eigenlijk, als dat niet lukt, dus je blijft op zo'n niveau hangen van zeg 20, 30, 40.000 leden, wat op zich een aardige basis is. Is het dan op een gegeven moment ook niet interessant meer? Nou, toen we dat jaarverslag maakten en zagen wat voor verhalen we geschreven hadden en hoeveel kamervragen bijvoorbeeld gesteld waren naar aanleiding van onze stukken en hoeveel moois we hebben neergezet, dan is dat al mooi. Maar als ik daar
tevreden mee zou zijn, dan zou ik niet geschikt zijn voor mijn baan, denk ik. We willen juist daar, dat is juist een bemoediging dat we denken van, nou, als we dit al voor elkaar krijgen in een jaar, wat kunnen we allemaal nog meer bereiken? Dus daarom willen we groter. Hey, wat is het? Jij hebt allemaal plannen, ook over de journalistiek, maar je bent niet meer verantwoordelijk voor de journalistiek. Mm-hmm. En het rijtje mensen, wat ik bij jullie zie, daar zijn ook voor een belangrijk deel, wat mij betreft, gewoon klassieke journalisten. Hoe groot is het spanningsveld bij jullie tussen iemand als jij, die eigenlijk die manieren van verhalen vertellen op nieuwe manieren wil, nieuwe manieren van betrekken, et cetera, en de journalisten van de redactie? Nou, niet heel groot, want al die mensen hebben een hele goede baan bij een klassiek medium dat beter betaalde waarschijnlijk, of in ieder geval een pensioenboot, opgezegd om bij ons dit avontuur aan te gaan. Ja. En dus ze wilden dit allemaal. En natuurlijk in het begin het idee dat mensen kunnen reageren en zo. Dat is voor elke journalist spannend als je nog nooit een reactie hebt gehad. Mm-hmm. Maar je ziet gewoon dat het werkt. En je ziet gewoon dat je als je over daklozen schrijft, dat een ex-dakloos reageert en een hulpverlener. En dan denk je van, tuurlijk is het mijn tijd waard. Hier wordt mijn journalistiek beter van. Dus ja, dat gaat goed. Ja, Jochem Kolen, dank je voor je duidelijke antwoord. Transparant businessmodel in combinatie met hoge kwaliteit. En hij gaat morgen zijn lidmaatschap verlengen en meer lezen. Dus ah, dat heb heel fijn. Nou, cheers. Ja. Hey, en wat is bij jullie de relatie tussen de werkrelatie tussen de hoofdredacteur en de uitgever? Zeer innig. Jullie kennen elkaar ook heel goed. Dus ja, dat is ook wel vrij logisch natuurlijk. Maar het is niet zo'n klassieke scheiding zoals je normaal hebt. We hebben geen adverteerders en dat haalt een heel veel van de spanning die je bij andere bedrijven hebt, haalt dat weg. Ik hoef me ook niet druk te maken om een drukpers of zo. Maar we houden ons samen heel erg druk over waar willen we heen, wat is het volgende dat we gaan bouwen. Dus we komen elke vrijdag samen met de ontwerper en met de developer, de hoofdontwerper, hoofdontwikkelaar. En dan zitten we met z'n vieren, bepalen we telkens van, nu gaan we die kant op. Dus die samenwerking, ja, die is eniger kan maar niet. Ja, en techniek, je noemde het net ook al, is daarin eigenlijk gelijkwaardig geworden aan de inhoud. Ja. Is dat in jouw visie ook echt noodzakelijk? Ja, dat had ik eigenlijk bij die lessen moeten zetten die we net doen. Ja, dat viel me namelijk op, dat noem je helemaal niet. Nee, ik ga wel eens naar conferenties in het buitenland, omdat er dan hele andere interessante sprekers komen die ik wil spreken. En dan moet je zelf ook een verhaal vertellen, dat is dan de tegenprestatie. Dat is het idee. En dan heb ik altijd een slide erin met have a developer and designer in your highest ranks. Omdat het vorige medium wat we met z'n allen deden, was een medium waar al eeuwenlang ervaring mee was. Dus je drukte letters op papier af en dan kon je daar nog wel een beetje innoveren, maar bijna alles was uitgevonden. En nu, 2 jaar geleden zaten we hier waarschijnlijk aan te praten over hoe belangrijk de tablets zijn. Nu heeft iedereen het over smartphones. Over 2 jaar hebben we misschien allemaal zo'n gekke bril op, of weet ik veel wat we allemaal gebruiken. Dat medium blijft maar veranderen. Dus dan moet je wel echt op het allerhoogste niveau samenwerken met mensen die weten hoe die nieuwe media gebouwd worden en hoe die ontworpen worden. En als je dat niet doet, dan mis je gewoon 2 hele belangrijke verhalenvertellers in je bestuur of bedrijf. Dus ik denk dat designers en developers net zo belangrijke verhalenvertellers zijn als de journalisten. Hey, je zei, als ik naar de toekomst kijk, dan heb ik zo'n hele tafel vol met plannen. Wat is het belangrijkste waarop jullie nog beter kunnen worden? Toegankelijk maken wat we al geschreven hebben en de rijkdom daarvan laten zien. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand gehad die heeft 3 mini-documentaires gemaakt over armoede. We hebben een correspondent gehad die een meerdere reportages heeft geschreven over dakloze kinderen. We hebben iemand die schrijft over hoe je armoede zou kunnen oplossen. Maar dat staat nu allemaal los in die tuinen. We moeten dossiers maken waar je de rijkdom kan zien en die diepgang kan opzoeken. Maar als ik dit nu vertel, dan denk ik ook meteen weer 30 andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Ja. Maar dit is wel het eerste wat op de stapel staat. Een nieuwe voorpagina, zoekfunctie en zo'n duidelijke dossiers. Ja. Hey, je noemt het leden, je noemt het geen abonnees. Welke grotere rol kunnen de leden nog krijgen? Nou, als wij die dossiers gaan aanmaken, Als correspondenten, dus een dossier armoede in Nederland of zo, dan zouden we wel gek zijn als we ook niet wat meer initiatief aan de leden geven. Dus als er dan bijvoorbeeld een dakloze hulpverlener, die zou misschien ook een dossier kunnen aanmaken waar hij of zij notities zou kunnen plaatsen, wat hij in zijn werk tegenkomt of een belangrijk
verslag kunnen delen. Eigenlijk wat ik hier waar ik 2 jaar geleden over had, Brainsley. Dat idee erachter, dat je ook het initiatief voor kennisgaring bij leden legt. Dat zouden we nu ook moeten gaan doen. Leg dan nog eens even uit voor wie dat niet gezien heeft, wat Brainsley. Even de korte versie. Die naast bekend is van Brainsley is niet heel top geworden. Het is niet heel groot geworden in al die jaren. Maar... Dat was bij NRC het plan om abonnees de mogelijkheid te geven om dossiers aan te maken met links die ze interessant vinden. Ja. Dus de huisarts houdt een dossier over medische wetenschap bij of zo. Dat is niet gelukt. Om 2 redenen. Bij NRC kwam het niet van de grond, omdat niet iedereen in de top lager er zich aan wilde wagen. De hoofdredactie wel, president, commissaris wel, maar wat andere mensen niet. En aan de andere kant, toen we het eenmaal zelf gingen doen, ontbrak die community die je bij NRC wel had. Ja. Dus nu bij de correspondent zijn we dit soort dingen wel aan het invoeren. En daar heb je het allebei. Dus je hebt en die community en we willen het heel graag. En alle journalisten geloven erin. Maar dan zou je dus bijvoorbeeld... Nu kunnen leden alleen maar reageren op wat wij journalistiek doen. Maar je wil ook ze het initiatief geven. En natuurlijk gaan niet al die dossiers top zijn. Maar het gaat om die paar paaltjes die we daaruit kunnen halen. En waar onze journalisten uit kunnen putten. En dan heb je een veel rijker beeld van wat er speelt in de maatschappij dan dat je... Ja, dat je af en toe eens een keer een tweet leest of zo. En het is natuurlijk het alleroude principe dat hoe goed je journalisten ook zijn, dat op elk willekeurig onderwerp in het land 100 mensen zijn die er veel meer van weten dan de betreffende journalist. Ja. En dat is natuurlijk de uitdaging om die bij jullie club te betrekken. Precies, ja. Ja. Nou, spannend. Oké, ja, super. Nou, blijft een prachtig succes. Mooi om trots op te zijn, maar je hebt gelijk, het moet nog veel beter. Precies. Ja. Dankjewel voor het kijken. Dank je voor deze topnames. Zo direct als je live kijkt. Jeroen Verkroost van de persgroep. Waar onder meer de Volkskrant onder valt. En de Volkskrant is deze week live gegaan met een nieuwe website. Deze uitzending kwam tot je dankzij Streamzilla uit Groningen. De specialist in webstreaming, webcasting. Dus heb je er ook interesse in? Ga daar eens kijken. Heb je interesse in meer media en... alle digitale onderwerpen waar ook de Volkskrant over schrijft. Ja, dat viel mij nog op vanochtend. Ik heb er nog over getwitterd. Dat de Volkskrant doet dan een serie van 6 over de gevolgen van de robotisering en de digitalisering op de Nederlandse samenleving. Ja. Ik kon het toch niet nalaten op de Twitter dat ze bij ons inmiddels 300 afleveringen daarover kunnen zijn. Maar goed, dit geheel terzijde. We zullen het er zo meteen over hebben. Is goed. Dankjewel voor het kijken. Kijk je live, blijf kijken. En anders duik in onze archieven. Dag.